velen zullen hem met gemak tot de geestigste mannen van Nederland rekenen. Anderen keren zich vol walging af. En zo gaat het bij humoristen op het scherpst van het grove, absurde, pijnlijke en foute. Iedere dag staat hij met een cartoon in de Volkskrant. En nu bundelde hij 100 omslagen van boeken die net niet zijn verschenen. Boeken met titels als De kans dat u naakt bent, Nogmaals gecondoleerd, Vagina's die u moet zien, Een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont en Tussen kaal en kansloos. Naast mij zit Gert-Jan van Leeuwen, beter bekend als Gumba. Wanneer is dit idiote idee begonnen? 20 jaar geleden. Omdat je verveelde en dacht, dit is leuk, of ik wil het boek zelfs maken? Ik verveelde me wel, maar ik werd gevraagd om op te treden. Wat ik eigenlijk wel raar vond, want ik ben tekenaar, maar dat gebeurt nou eenmaal in Nederland. Ja. En tot op een dag voor het optreden had ik geen idee wat ik moest gaan doen. En toen zat ik een beetje in een schriftje te kijken en daar stonden heel veel titels in, omdat ik titelfreak ben. Ja. En af en toe wel eens een titel verzin. En toen dacht ik ga gewoon al die titels oplezen. Dat is ook wel misschien iets. Ja. Naarmate ik langer naar die titels zat te kijken, kwamen er spontaan fragmenten in me voor. En toen had ik eigenlijk in 3 seconden het hele idee voor dit boek, waar ik vervolgens 20 jaar over gedaan heb om het af te maken. Met allemaal rare titels, absurde titels, lachwekkende titels en soms een tekeningetje erbij, soms alleen een cover, soms een gedichtje erbij. En die gedichtjes las je dan voor op zo'n avond? Ja, ja. Mag ik je dan vragen, want ik ben benieuwd hoe dat gaat, uit de bundel De Paardenlul, op bladzijde 56, het gedicht wat uit die bundel komt, door Bart B.H. Vrucht, het gedicht Goud Eerlijk, bladzijde 58, ja, ja. 57. 57. Ja. De Paardenlul. Ja. Ja, ik vind het zo'n lekker woord, daarom zeg ik het nog een keer. Goud Eerlijk. Mijn wijf werkt zich kapot, zodat ik me volledig kan wijden aan de kunst, zogenaamd. Want wat ik vooral dus doe, is zuipen en porno kijken. Daarna kanker ik veel op iedereen die wel iets doet. Ja, heerlijk. Wat vind je? Ik vind het schitterend. Jij bent vooral onder de indruk. Ik ben zo benieuwd naar die vagina's die je gezien moet hebben. Ja. Dat boek dat heet De Vagina's die je gezien moet hebben? Nee, De Vagina's die u moet zien. Vagina's die u moet zien, ja. Het komt erg nauwkeurig. Dan... Ja, dat merk ik. Want, wat is precies het verschil dan? Ja, jij zei... Gezien moet vagina's hebben? Vagina's die u gezien moet hebben. En de titel is officieel... Ja. Vagina's die u moet zien. Ja. Maar wat is precies het verschil dan? Het verschil ligt een beetje in de tijdsaanduiding. Nee, dat snap ik wel, maar ik snap het niet zo goed. Zo nauwkeurig gaat het dus. Het effect is hetzelfde, denk ik, of niet? Nou, ik denk dat vagina's die u moet zien toch pregnanter is dan vagina's die u gezien moet hebben. Dat is heel anders. Maar mijn vraag over die vagina's die u moet zien is, wie is dit? Wie Henny van Aneghem? Nee, die vagina. In dit geval speelt dat eigenlijk een bijrol. Oh. Maar je vond het wel nieuwsgierig. Ja, ja. Ik heb geen idee. Had jij het boek gemaakt willen zien? Dus een boek met... Dit had ik gezien. Ja, ik denk daar nu al... Die linker is iemand anders dan die rechter. Ja, dat sowieso. Ja. En ik zou dat graag, ja. En ook zo verder niks. Want alle pagina's zouden eruit zien als die recht. Ik wil zo zonder tekst. Ik vind het wel belangrijk dat je bij elk boek eigenlijk een soort van spijt moet voelen van dat het niet echt, dat het uiteindelijk niet uitgebracht is. En als dat in jouw geval bij dit boek is, dan siert je dat, denk ik. Oh. Wat? Waarom? Huh? Waarom? Nou, Omdat het vrouwen en geen mannen zijn. Ja, ik denk dat heel veel mannen uiteraard dit boek graag hadden zien. Ik denk dat er veel meer vrouwen hier benieuwd naar zijn. Mannen zien dit, maar heel veel vrouwen zien dat niet. Normaal, als je niet lesbisch bent. Als je niet lesbisch bent, hè. Toch? Mag ik nog één, want de tijd gaat snel. Je hebt ook het boek Jacques zag er verzorgd uit, maar hij was het niet. Ja. Dat is op bladzijde 140. En dan heb je allemaal romans in één zin samengevat. Als ik begon. Het zijn verhalen van één zin. Ja, het zijn verhalen van één zin. Zou je eens 2 van die verhaaltjes kunnen voorlezen? Want dan hebben we toch een heel verhaal en het duurt maar 1 zin. Ja.
Het is een genre wat Oscar Punt zelf uitgevonden heeft. Ja, de schrijver, Oscar Punt, ja. Dood zag Karel er 1000 maal vrolijker uit dan levend. Dit is... Ja, ja. Neem je tijd, hoor. Ja. Ik zit te denken of ik... Die van Piet. Piet moest bijna van zijn brommer stappen van het lachen. Ja. Dat is het? Dat was het verhaal. Ja. En deze is ook wel goed. Laat mij maar even, duwde Wim de naar de maan huilende wolf opzij. En begon tergend langzaam zijn blouse los te knopen. Ja, die is ook schitterend. Laten we tot slot het gedicht uit de bundel Een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont. Prachtige titel. Ja. Lang over nagedacht? Redelijk lang. Ja. 20, ja. Ja. Klopt als een bus, hoor. Ja. En het gedicht, bladzijde 83. Zou je dat tot slot dat we nog meer... Nico, dit moet jij prachtig vinden, of niet? Ja, ik ben een enorme fan. Dit is een soulmate van je, of niet? Ja, soulmate. Totale nederigheid hier. Jij? Ja, ja. Kijk aan. Een held. Een held, oké. Okay. Gumba de held. Het gedicht van de bundel Een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont. Kinderschoenen varkens. Ik zie kinderen met pluizig haar die zich keurig aan de wet houden. En ik zie jou, vieze vuile hyena. Maar ik aanbid je in de bijna onmogelijke bocht van de rivier. Het is prachtig. Ja. Dankjewel. Net niet verschenen boeken van Gumba ligt in de winkel. Straks een optreden van Sabrina Stark en mis het niet. De tweede De Wereld Draait Door première van een mini-opera. 1 minuut, ditmaal over de bevrijde Chileense mijnwerkers.